Door wie eigenlijk? Nou, door mij. En niet door mij alleen, maar ik ben wel degene die jullie voor de camera door de module heen zal leiden. Mijn naam is Carmen Fernald en ik ben werkzaam als journalist, tekstschrijver en trainer. En vanaf vandaag dus ook als presentator. Kom mee, want wat gaan we doen? De e-learning modules bestaan uit filmpjes zoals deze, maar ook uit andere filmpjes die een beeld laten zien van de praktijk of die heel grappig zijn. Next, a walkie-talkie preamble from the auteur, pacing steadily towards the lens, punctuating every other sentence with a hand gesture and ignoring all the pricks milling around him like he's gliding through the fucking matrix, before coming to a halt and posing a question. What comes next? En je moet ook zelf aan de slag, met kennisopdrachten en een verwerkingsopdracht. Dat betekent dat je een bericht moet schrijven of een reportage maakt voor radio of televisie en die wordt door ons beoordeeld of door je leidinggevende. Het belang van goede lokale nieuwsvoorziening is dat de lokale omroep eigenlijk als enige overgebleven organisatie in staat is om toe te zien op het functioneren van de lokale gemeenschap. Daarmee bedoel ik de politiek, het gemeentelijk apparaat, maar ook het hele sociale leven en het bedrijfsleven. Er is eigenlijk niemand meer die zich echt ontfermt over de nieuwswaarde van die kleine streek. Die controleert, informeert en onderzoekt er nog. De enige die dat nog echt goed kan, dat is de lokale omroep. Soms komt nieuws vanzelf op je pad, het zogenaamde agendanieuws, via persberichten of de vergaderingen van de gemeenteraad. En soms komt iets toevallig op je pad, omdat iemand zich ergens druk over maakt of omdat je iets leest op Facebook. Maar wanneer is iets nieuws en wanneer niet? Een handig hulpmiddel om te bepalen of iets groot nieuws is of niet is de kabbaladder. Conflict. Wanneer mensen het met elkaar eens zijn, is het minder snel nieuws dan wanneer mensen het niet met elkaar eens zijn. Actualiteit. Hoe verser het nieuws, hoe beter. Belang voor de lezer, kijker en luisteraar. Hoe groter het belang, hoe groter het nieuws. Afstand. Hoe dichter bij het nieuws, hoe belangrijker het wordt. Bekendheid. Bekende Nederlanders komen eerder in het nieuws dan onbekende. En afwijking. Het is nieuws als het buiten de normale gang van zaken gebeurt. Jeroen, zullen we de letters van de kabbaladder één voor één doornemen? De C staat voor conflict. Ja, conflict. Ja. Nou ja, als je goed kijkt om je heen in je eigen stad of streek of dorp, gebeurt er natuurlijk heel veel waar mensen het wel of niet mee eens zijn. Denk bijvoorbeeld aan permanent wel of niet een asielzoekerscentrum toelaten. Nou, je hebt voorstanders, je hebt tegenstanders. Een informatieavond van de gemeente. Iedereen, alles kwam bij elkaar. Dat hebben ze live uitgezonden, prijswinnend. Heel mooi voorbeeld van conflict binnen een gemeente en dat in beeld brengen op een lokale omroep. Maar je kunt ook veel andere dingen bedenken. Denk aan het omleggen van een busbaan. Denk aan het plaatsen van een rotonde. Moet die er nou wel of niet komen? Soms gebeurt er iets waardoor jouw lokale omroep in één keer wereldnieuws wordt. Western City of Alphen aan der Ren, when two cranes fell onto a row of buildings. You can see the pictures as the cranes, one first, then the other. Very dramatic pictures. Let's talk to journalist Mike Moritz from Studio Alphen, local radio and TV. And Mike, you're there at the scene. Yeah, I'm still at the scene. I was at the scene roughly 10 minutes after the accident, and I'm still at the scene. Ja, die Engelstalige verslaggever is dus niet ingevlogen. Het is een Nederlander. De naam viel al, Mike Moritz. Hij is radio- en tv-presentator van de lokale omroep uit Alphen de Rijn. Ja, ineens doe je niet alleen verslag voor de lokale zender, Studio Alphen, jouw zender, maar ook voor de BBC. Hoe was dat? Dat was vreemd. En het is ook heel vreemd om het weer terug te luisteren. Het is raar om jezelf Engels te horen praten, zeg maar. Een lokale omroep. Hebben jullie afgelopen week weer het nut kunnen laten zien van een lokale omroep? Ik moet zeggen dat ik zelf altijd heel bescheiden daarover ben. Maar ik durf toch wel te zeggen dat we dat afgelopen week zeker hebben gedaan. Zonder de kritische blik van journalisten kunnen gemeentes gewoon hun gang gaan. Een belangrijke taak van de journalistiek is daarom ook het controleren van de macht. Het is het soort rel waar elke journalist zijn vingers bij aflikt. Gesjoemel rond de aanleg van een brug. Hier moet je komen. Maar uit onderzoek van het Brabants Dagblad blijkt dat de gemeente in kwestie, Den Bosch, grote fouten heeft gemaakt. We merkten natuurlijk op een gegeven moment dat het hier wel lang stil bleef liggen met de bouw. En er zijn echt enorme fouten gemaakt. En daar hebben we eigenlijk wel de krant van voorgeschreven met een paar collega's. Een goede opleiding is onwijs belangrijk.
E-learning is daarbij gewoon, denk ik, heel erg geschikt. Zeker voor de jeugd. Ze kunnen doen op het moment dat zij, dat het hun uitkomt. En wat je wel gaat doen, is je legt een basis voor je omroep. Nou, daarom. Omdat het belangrijk is dat lokale omroepen goed opgeleide mensen hebben. Vakmensen die weten waar ze het over hebben.